Oké, jongens, voordat de video begint, wil ik eventjes voor de rest laten weten van mijn nieuwe nummer. Weet je, heb je hem nog niet gecheckt, ga hem zeker even checken. Want ja, hard aangewerkt en dat soort dingen. Dus link het sowieso in de beschrijving naar de Spotify en naar de YouTube. En ja, voor de rest veel kijkplezier. Hallo allemaal, ik ben Nerf Cowboy en welkom bij deze gloednieuwe unboxing review van dus de Roblox Blaster. Ik heb hier weer een gloednieuwe Roblox Blaster en dit is de Arsenal Pulse Laser. Nou, dit ding ziet eruit als een of andere raket launcher, maar hij schiet gewoon darts. Het is volgens mij de enigste motorized blaster die tot nu toe van Roblox is uitgekomen. Hij komt met normale elite darts uit het magazine system, dus hopelijk kan hij alle andere magazines aan, want deze is voornamelijk volgens mij echt wel gecreëerd om te matchen met de blaster. Het is denk ik een 10 dart magazine, aangezien hij maar met 10 darts komt. Wat wel heel weinig is, want de andere, de pistols natuurlijk, dat waren deze van de vorige unboxing review. Die waren, kwamen met alle, voor allebei de pistols kwamen ze met 5 darts. Het had me niks verbaasd als die maar met 2 darts zouden komen namelijk. Maar hier komen er maar 10 bij. En voor de rest heb ik voor deze iets van 60 euro betaald of zo bij bol.com. Linkje staat in de beschrijving mocht je geïnteresseerd zijn. Maar ja, dat zal je aan het einde horen. Natuurlijk kan je ook aan het einde skippen als je dat zou willen. Maar goed, we hebben nu naar deze blaster. Laten we maar naar de doos gaan kijken. Nou goed, het is een ja, best kleine doos eigenlijk voor 60 euro. Dat komt denk ik voornamelijk door de naam Roblox. En ja, het is een motorized blaster. Hij heeft 4 AA batterijen nodig. Het zijn gewoon een standaard batterij eigenlijk wel een beetje. Het zal denk ik gewoon een stripe zijn van de binnenkant. Je hebt je Nerf, 10 darts komt hij mee. Je ziet de blaster hier motorized. Je ziet nog een keer een beetje blazen van de game en zo. Je ziet een beetje plaatjes van Roblox. Je ziet die Roblox, Arsenal Pulse Laser. Hier dat hij natuurlijk 4 AA batterijen nodig heeft. 8 Plus en Hasbro. En op de zijkant staan er nog aanbevelingen voor de Jailbreak Armory. Ja, een Nerf set, die heb ik natuurlijk al gereviewd. En dan ook nog voor de Adopt Me Beast. Die moet nog uitkomen, dus ik ben zeer benieuwd wanneer die komt. En voor de rest op de achterkant zie je ook weer een beetje Roblox waarschuwingen en de blaster en wat die kan en dat die motorized is en zo. Goed, laten we nu maar gewoon lekker gaan unboxen. Oké, in de doos krijg je dus de blasters, een magazine, dat een 10 dart magazine is inderdaad, en zeer dik aan de onderkant. Je krijgt 10 normale elite darts, je krijgt een beschrijving, waarschuwingen, en dit is zo te zien, is van een code ofzo. Exclusive virtual item, object virtual exclusive, en ja, iets, je kan hier iets met exclusive krijgen. Voor de rest, mocht je deze code willen, hier is die dan. Ik speel zelf geen Roblox namelijk, dus ja, iedereen mag die code gebruiken als je wel Roblox speelt. En ja, goed, deze blaster heeft ook batterijen nodig. En ik denk dat die zo te zien hier zou moeten, denk ik. Ik weet het niet zeker. Ik weet het gewoon niet zeker. Ik weet het altijd zeker. Waarom weet ik het nu niet zeker? Want omdat ik puur deze blaster niet heb gecheckt van tevoren. Waar moeten deze batterijen? Hè? Ik snap het niet. Of zit het hier of zo? Ah, hier zo zit hij. Ik zie hem al, het is dit. Er zit verkeerde schroevendraaier te gebruiken. Hé, waarom krijg ik hem niet open? Oh ja, ik heb hem, eindelijk. Oké, okay. Hij zit hier zo dus. Oké, bijzondere plek. Wel een, op zich een goede plek, want ja, het is een best wel niet echt opvallende plek. Dat vind ik altijd goed als Nerf dat doet, als het niet opvallend is, zeg maar. Zeker met dit soort prop blasters die gebaseerd zijn op games of films of zo, weet je wel. Dat je niet de batterij tracy ziet, weet je wel. Dat het echt wel goed gedetailed is. Nou, met deze viel die ja, zo goed als bijna niet op voor mij. Of ik ben gewoon verrekte dom. En dat is waarschijnlijk het tweede deel. Goed, als het goed is moet hij het nu gewoon doen. Ja, hij doet het. Goed, ik ga deze blaster even gebruiken en zo. En ik zie jullie zo meteen weer terug. Goed, oké. De Arsenal Pulse Laser Blaster van Roblox. Het is een unieke, bijzondere blaster. Het voelt inderdaad wel echt als een blaster, zeg maar, die in een game zou zitten. Weet je, wat ze echt wel zo hebben gebouwd ervoor. Maar ik moet zeggen, ik vind deze blaster nog heus niet zo, ja, vervelend of zo. Ik vind hem best leuk om te gebruiken.
Het stond me wel een beetje het feit dat dit... het zegt laser, dus ik neem aan dat het een soort van laser is. Maar het ziet er ook een beetje als een rocket launcher. En het heeft twee van die voorkanten waarvan je denkt, van daar zouden missiles in gaan, weet je wel. Net zoals met de Fortnite GL, weet je wel. Maar nee, dat is het helaas niet. Dus het, ja, het is echt wel een magazine system blaster. Is ook niet erg. Maar ik had wel, ja, het ziet eruit alsof het twee missiles zou vasthouden. Maar goed, het is hoe het is. Het is echt een Strife. De FPS rating, ga ik jullie nu al zeggen, die is al rond de 70 is die. Dat is gewoon, ja, normale niet performance. Dus ja, dat is oké. Ja, meestal check ik dat pas na het farming test en zo. Maar ik dacht, ik check hem nu al gelijk gewoon, weet je wel. En het is, ja, rond de 70 FPS. Dus de FPS rating is gewoon normale lead performance. Had ik niet per se verwacht, maar het is wel zo dus. Maar oké, ik moet zeggen... De blaster is goed en zo, maar... Voor 60 euro? Nou, dan ga ik liever voor een Strife. Want dit is feitelijk een Strife. Maar dan zonder attachments. En het is van Roblox, dus waardoor het twee keer zo duur is. En ik weet niet, het is een goede blaster. Maar als 60 euro hier aan te besteden, terwijl je ook gewoon een Strife van misschien net 20 euro kan kopen. Ja, dan ga ik toch liever voor een Strife, weet je. Want dat is letterlijk dezelfde. Alleen dan, ja, ziet het er anders uit. En dan kan je daar gewoon attachments op duwen. En ja... Die is wat makkelijker te malen en zo. Dit is altijd weer een beetje gedoe. En ja, ik weet niet. Goed, laten we maar nu gewoon eerst gewoon lekker over de blaster gaan. Ik weet niet, ik ben een beetje bij de adem. Maar zoals jullie zien, nergens stacked grills te vinden of wat dan ook. Voor de rest heb je hier aan de voorkant geen bow attachment point of wat dan ook. Je hebt hier gewoon twee, ja, wat eruit ziet alsof het dus missiles kan vasthouden. Maar er zit maar één gaatje in. Voor de rest heb je een soort van, ja, sight met een scope. Maar wanneer je zo gaat inzoomen, dan kan je er niet eens normaal doorheen kijken. Ik moet zo kijken... Wil ik wat door die scope zien, zeg maar. Ik kan niet zo schouderen en dan kijken. Dat lukt niet. Dat gaat niemand lukken. ja, voor de rest heb je een hele hoop witte niks. En voor de rest heb je dan de magazine. Nou, de magazine is 10 darts en is echt puur gecreëerd, zeg maar, om eruit te zien voor de blaster. Op zich wel een oké magazine. Geen problemen mee. Ik heb wel af en toe problemen dat ik hier misraak of zo. Ik weet niet. Hij leidt soms een beetje af met de magazine hier zo. Dat hij wat meer naar boven gaat. Dat doet hij uit zichzelf. En dat kan soms een beetje vervelend zijn als je snel weer wil reloaden. Maar oké, het is best. Maar dat vind ik een beetje jammer dat maar met 10 darts komt. Hij kan wel 11 vasthouden. Maar 10 darts, ik weet niet. Ik vind het net niet, weet je wel. Hier zit ook een access door. Die kan je gewoon omlaag doen. Mocht je enigszins jams hebben, weet je wel. Zit er een dart vast of zo, kan je die losmaken. Zorg wel dat je gewoon de magazine er of zo uithaalt. Dat is wel altijd wat makkelijker. Ja, hier heb je dan die scope zitten. Je ziet die Roblox. En dan heb je de grip. Nou, de grip is heel vierkant. En heel recht. Ik weet niet. Het is comfortabel. Maar na een tijdje begint het toch een beetje te krampen of zo. Een beetje te irriteren. Ik weet niet wat het is. Het is comfortabel. Maar het begint aan... Ja, weet je. Ik schiet hier toch wel een goed uur mee zo'n beetje. En dan begint het al goed te irriteren. Weet je wel. Dus als je dit in een Nerf War gebruikt. Wat op zich best kan. Weet je. Mocht je hem kopen voor een goedkoper prijsje. Want daar wordt sowieso door de tijd heen. Wordt hij wel goedkoper. Ik ben gewoon heel vroeg ermee, dus daarom is die ook best wel duur. Weet je, op zich, ja, als je een hele dag alleen maar aan het nerven bent, dan kan dit best wel pijnlijk worden. Weet je, ik zit hier maar een uur, weet je wel. Als je een hele dag aan nerven hebt, dan kan je best pijn krijgen. Voor de rest, de Rev Trigger, Magazine Release en de normale trigger zijn allemaal lekker smooth en glad. Dat vind ik altijd wel fijn. Ze zijn ook wat aan de dikkere kant. Is wel comfortabel. Ik vind alleen de Magazine Release net iets te ver. Hij is wel voor de rest licht, dus je kan wel heel makkelijk de magazine eruit halen. Maar ik heb meer zin om gewoon, zeg maar, met de duim hier snel even dit te pakken. Of dat ik mijn vinger, gewoon mijn hand losmaak van de grip en dat ik dan hem eruit haal. Dat is net wat comfortabeler. Ik heb niet hele lange vingers. Ze zijn voornamelijk gewoon dik. Dus ja, weet je. Dat kan net een beetje ver zijn. Zeker voor kinderen. Waar dit natuurlijk gecreëerd voor is. Is dit niet het meest ideale. Maar oké, ik kan het wel snappen. Voor de rest, weet je, voor grotere, volwassere nerfers is dit op zich wel te doen, weet je. De meeste mannen hebben gewoon wat langere vingers natuurlijk. Dus die kunnen er op zich wel redelijk bij.
Ik heb gewoon kleine, dikke vingers. Dus ja, ik kom er net niet bij. Maar oké, het is goed. Je ziet hier nog Nerf staan. En hierachter ziet het eruit alsof er flesjes zitten. Ik heb geen idee wat het is. Het zal best wel boeiend zijn voor Roblox fans. En ja, dit is de stak en zo. Nou, voor de rest een stevige stak en alles. En comfortabel, vind ik ook. Ik vind hem voor de rest goede afstand van de grip en zo zitten. En ja, ik vind hem zo best wel lekker om vast te pakken. En ja, zo kan je ook wel gewoon chill reloaden. Ja, ik vind hem wel chill om in de handen te hebben zo. Dus ja, zeker niet verkeerd. Ik denk, het enige probleem wat ik dan heb is de magazine. En dat de grip na wel een tijdje best wel kan irriteren. En ja, op zich, die magazine dingetje dat hij dat een beetje doet. Ik weet niet, dat kan op zich ook weer irritant zijn. Dus drie dingetjes heb ik. Nou, oké, dat is het dan, weet je wel. Op zich valt het nog reuze mee. Oh ja, en hier zit trouwens nog de battery door dan. Maar dat hebben jullie natuurlijk net ook al gezien. Dat is het eigenlijk wel. Meer is er eigenlijk niet echt over te zeggen. Het is gewoon een Strive aan de binnenkant. Maar dan, natuurlijk in de Roblox Arsenal laser, pulse laser ding. We gaan hem nu gewoon lekker schieten. Ik heb een aantal magazines al klaargelegd, dus laten we dat maar gewoon lekker gaan doen. Nou goed, ik heb in totaal 5 magazines. Ik heb gewoon de standaard magazine van de Pulse Laser zichzelf al erbij gepakt. En ik heb nog een paar andere magazines gevuld. Dus 4 andere. Dus ik ga 3 van deze kant en dan 2 van de andere. Nou, laat het omdraaien. 2 van deze kant en dan 2 van de andere angle, sorry. Dus let's go. Oké, de Roblox Pulse Laser, Arsenal Pulse Laser. Het is een leuke blaster, weet je. Geen jams of wat dan ook. Geen problemen mee gehad. Ja, het is gewoon voor de rest een hartstikke goede blaster. Ik kan niks anders zeggen. Het is een Strive, weet je wel. Daar valt niet veel over te klagen. Ja, dus de enige problemen die ik eigenlijk heb is dan een beetje dat magazijnprobleempje af en toe. De grip kan na een tijdje echt irriteren. Ik heb nu best wel een beetje, nare handen of zo. En dan de magazine release zit een beetje ver weg. Maar ja, voor de rest weet je, de blaster werkt goed. Goede performance, 70 fps is gewoon helemaal top. Stak is comfortabel. En ja, in het algemeen weet je, de grip is comfortabel, maar een tijdje kan die pas irriteren. Dus zeker een slechte blaster. De enige grote afknapper is gewoon de prijs van deze blaster. €60 is veel te veel voor deze blaster. 40, max. 40 is max. Echt waar. Alle sites, zien jullie dit? 40 is echt de max prijs voor deze blaster. Dit ding is echt niet zoveel waard. Ik snap, weet je, het is Roblox. Dat kan best wel wat geld, weet je. Het is een bedrijf wat ook gewoon geld moet verdienen. Maar €60 voor een blaster die je letterlijk ook voor €20 in een hele andere versie kan kopen. Waar je nog attachments en alles op kan douwen. Dan is dit het niet waard. Dat is het gewoon, weet je wel. Want ja, zoals ik al heel vaak nu heb gezegd. Het is gewoon een Strive, feitelijk. Maar gewoon een andere omringsel eromheen, weet je wel. En de Strive is gewoon veel goedkoper. Je kan er nog attachments en zo, weet je wel. Het heeft tactical rails. Je kan nog een stock point erop doen. Je hebt nog een barrel attachment point. Is ook gewoon magazine system. En weet je, het is veel goedkoper. Die kan je gewoon voor €20 ergens vinden, weet je wel. Of tweedehands ergens vinden. En ja, dit ding is gewoon, ja, op dit moment veel te duur. Weet je, over een tijdje, dan is hij al een tijdje uit. En dan kan die wat goedkoper gewoon worden natuurlijk. Dat moet gewoon feitelijk. Maar ja, voor nu, er staat een linkje in de beschrijving. Maar ik zou keihard erover eens kippen over dat linkje. Weet je, tuurlijk ben je een groot Roblox fan.
En denk je van, ja joh, dit is die ene aankoop. Ik wil hem gewoon puur hebben omdat het gewoon cool is, weet je wel. Omdat ik een Roblox fan ben. Weet je, oké. Ga ervoor, weet je. Maar, ja. 60 euro is te veel. Weet ik, voor mij. Ik ben dan een reviewer natuurlijk. Dus ik review dit gewoon puur hiervoor. Puur omdat ik het gewoon leuk vind. Het is alleen gewoon niet 60 euro waard. Dat is gewoon het enige punt. Maar goed, mocht je alsnog geïnteresseerd zijn, linkje staat in de beschrijving. En voor de rest, super bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je voor de rest een beetje geïnteresseerd zijn over een review over de hele series. Er staat een linkje, tenminste mijn naam van de Instagram staat in de beschrijving ook. Dan kan je me daarop vinden, kan je me op volgen. En dan kan je gewoon alles bekijken. Ik heb daar ook voor de Hyper series en zo heb ik daar ook wat dingen neergezet om daarover te praten. Hyper is op dit moment nog niet uitgekomen in Nederland. Hopelijk binnenkort. Maar voor de rest, ik heb ook een review daarvoor over Roblox. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, check dan zeker even de naam in de beschrijving en ga me volgen op Insta. Voor de rest ook mijn muziekdingetjes kan je ook allemaal in de beschrijving vinden. Zowel Insta, Spotify als YouTube. Dus staat ook in de linkje in de beschrijving. En voor de rest jongens, super erg bedankt voor het kijken in deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Vergeet dan even niet te liken en te abonneren als je nog niet hebt gedaan. En ja, ik zie jullie allemaal weer later.